De mannen van Urk. Een derde plaats. Johan, laten we beginnen met jou. Je hebt vorig jaar eigenlijk bijna overal naast gegrepen. En nu derde op de Dutch Open met Marco. Hoe is dat? Nou, ik zal je zeggen, eigenlijk greep ik het hele jaar, en eigenlijk ja, meerdere jaren, altijd net niet. Ja. Ik ben eigenlijk, ze zeggen altijd Johan de net niet dat. Ja, dat is heel bizar, heel bizar. En nou ja, de koppels met Dutch Open, elk jaar ga ik altijd voor de gezelligheid heen. En altijd met Marco, dat is mijn beste vriend, en mijn steunen toeverlaat. En ja, wat wij hier gedaan hebben, alles zat mee. Ja. Alles zat mee. En Marco gooit op de goede momenten de dubbels en het was echt bizar. Alleen... Ze noemen mij wel Marco altijd. Ja. 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 Alleen die halve finale. Maar dat geeft niet. Wij zeiden al vijf rondes geleden, het volgende gaan we verliezen. Maar we gaan gewoon voor de plezier en we zien het wel. En ja, dat wij hier staan. Laat even dat ding zien, vriend. Lekker man. Kijk, jij hebt hem ook, hè? Niet alleen ik. Jij hebt hem ook. Hè. Dat is toch fantastisch. Lekker, hè? Marco, jou ken ik al zelf wat langer, maar de mensen niet. Op een goede dag valt bij jou eigenlijk alles. Was vandaag zo'n goede dag? Nou, soms. Ja, precies, ja. Nee, maar we hebben leuke dingen gedaan vandaag. En dat is het vaak. Als je geen goede dag hebt, ga je het gewoon niet redden hier. En daar is het gewoon te groot voor. En als het wel loopt, ja, het wel even los van het feit dat je op de tv-baan voor het eerst geen... de rol gooit, als ik het zeggen mag, maar het liep, vooral in de hal. Dus ja, als dat leuk, dat is leuk als het loopt, als het echt loopt. Ik ben een paar jaar terug op Urk geweest, in een wat oude verrotte keet, laat ik het zo zeggen. Die is nu helemaal vernieuwd, maar ik heb daar heel veel talent zien rondlopen die we eigenlijk nooit zien. Waarom zien we jullie dan wel? Nou, daar wil ik eigenlijk wel wat over vertellen. Kijk, wat wij nu op Urk opbouwen, dat is echt bizar. Kijk, je hebt de Rakengooier en de Tweede Lacht, die zaten altijd naast elkaar. De Tweede Lacht, grote vereniging, 23-24 baan. Rakengooier, 23-24 banen. En het zit altijd vol. Maar nu, ook door de week, we hebben nou dan een nieuw gebouw gebouwd met verdiepingen. En het is echt bizar, daar lopen gewoon 78 tot 80 man per avond. Gewoon op een dinsdagavond waar geen prijzengeld te winnen valt, maar die lopen er gewoon. En nou, er worden 9 darters gegooid, er worden 10 darters gegooid, 12 darters. Maar het mooiste is, iedereen is welkom. En er lopen gewoon ook jongetjes van 12 jaar. Wat je gewoon soms gewoon van kan verliezen. Ja, dat is nog het ergste ook. Ja. En dan zeg ik wel dus, jongen, ga mee met dat en ga mee naar het toernooi. Ja, nou ja, dat... Maar... Kortom. Ja, kortom, het is echt bizar. En weet je wat is? We stuwen elkaar op Urk allemaal naar een hoger niveau. En het is echt bizar wat daar gegooid wordt. En geen prijzengeld, niks. Dus 2 euro voor een hoogste finish, voor een mystery goed. Finish. Ja. En nou, er worden gewoon door... Ja, dat is het, Marco. Nou, het is top. Bizar. Er worden 9 dat ze alles worden gegooid. Dat is echt ongelooflijk. Het is top, maar buiten Johan, die dan heel veel afgaat, nu heb je jou meegenomen, en Geert Neentje, zien we weinig mensen van Urk echt in de dartwereld. Terwijl de gemiddeldes daar echt de pan uitstijgen. Waarom is dat? Ik denk dat het kerkelijk aspect een klein beetje mee telt. Heel vaak willen ze graag darten op zondag. Ik ben iemand die dat ten eerste niet zo snel doet. Dat komt ook omdat ik ben muzikant, dus ik ben ook nog christelijk muzikant. Ik ken de christelijke muziek, dus ja, 1, 2, 3. Ik ga niet zo snel op zondag darten. En ik denk dat die principe en die traditie gewoon in ere gehouden wordt. En dat ze dat gewoon niet zo snel doen en daarom ook niet alles aflopen. Dan wil ik niet alles aflopen. Geert liep vandaag al erachter jullie aan. Wat hebben jullie daar aan gehad? Want ik zie hem heel vaak op toernooien waar hij dan zelf niet mag meespelen. Zie ik hem heel vaak, zeker achter de Urker staan. Helpt dat echt? Dat vind ik wel. Kijk, wij hebben in principe een vast clubje die toernooien op Urk afgaat. Ik zeg altijd ook, als iemand echt talent heeft op Urk... En ongeacht wat er achter staat, dan zeg ik altijd, vriend, als jij er echt voor wil gaan, dan mag je met mij alles meegaan. Ja. Dan ga ik alles regelen, dat we dan
een groepje regelen en dat we dan een jeugdarter meenemen of weet ik veel wat. En wij hebben altijd een man of 4, 5 op Urk die dan wel op zondag gaan. Maar als er nou echt een talent rondloopt, dan zeg ik altijd, kerel, voor jou wil ik altijd een plekje maken. Maar dan moeten ze wel mogen en dan vraag ik ook meestal aan de ouders toestemming. Ja. Maar dan zorg ik ook echt, want we willen op Urk willen we wel echt het darten ophogen. En dat hebben we nou met die 2 Super League teams. Ja. En ik denk dat wij daar een heel goed systeem in hebben. Dat we straks gaan doorstromen met de Super League. En nou worden we dan misschien tweede. Dan gaan we de mindere darters gaan we weer doorstromen naar het lagere team. De betere gaan we weer doorstromen. Maar wel altijd dat je wel altijd op het hoogste niveau blijft. En dat we zo elkaar naar een hoger niveau stuwen. En ik denk dat echt, dat we nou... Ja, op Urk, dat is bizar wat we daar neerzetten. En ik zou zeggen, neem een keer een kijkje. Ja, inderdaad. Ja, ik denk echt dat je versteld We hebben een dartcentrum, Mike, we hebben een dartcentrum, dat is echt waanzinnig. Ik ken het niet ergens voor de rest in Nederland. Wij gaan met dartsen wel een keer een kijkje nemen, zeker als jullie er zijn. Dat gaan we zeker doen. Mannen, dankjewel.